Heel leuk. Ik ben heel benieuwd hoe het staat. Hoi, ik ben Lise en leuk dat je kijkt naar deze video. In deze video heb ik een tweedehands shoplog voor jullie. Ik ben dol op tweedehands shoppen en ik doe het eigenlijk veel te weinig. Maar nu had ik toevallig een bestelling geplaatst ergens en ik was even naar de kringloopwinkel geweest. En ik heb een aantal hele leuke items die ik aan jullie wil laten zien. Dus ik dacht, ik maak er een video over. Ik ben dol op tweedehands kleding. Ik ben sowieso dol op shoppen. En zeker ook als het tweedehands is, want zoals ik ook al eerder heb verteld, vind ik tweedehands items, die zijn zo uniek dat ik het extra leuk vind. Dus dat draag ik het extra, ja, extra graag. En daarnaast is tweedehands shoppen ook beter voor het milieu. Ik shop ook heel graag bij H&M, ASOS, nou, noem maar op. Maar eigenlijk is dat voor het milieu best wel belastend. En vaak kunnen kledingstukken best nog wel een tweede keer gedragen worden. En dat is waarom ik ook graag tweedehands shop. Het is gewoon beter voor het milieu. Het zijn hele leuke dingen. En het is vaak wat goedkoper. Dus je moet soms goed zoeken, maar dan zitten er echt mooie dingen tussen. Ik begin even met het item wat ik kocht in de kringloopwinkel. Er komt komende woensdag een vlog online waarin ik even naar de kringloopwinkel ga. En daar had ik een aantal hele leuke dingen gepast. Dat ga je ook zien in die video. En ik heb dus daar één ding gekocht. Het is namelijk een rok. Het is, nou, het is echt een oma rok. Ik zeg het maar gewoon. Het is HD Fashion. In maat 44. Ja, terwijl hij wel goed zat, dus dat is prima. En dit is hem. Ik denk dat je het niet heel goed gaat zien, omdat het is zwart. Het is een hele lange rok in het zwart. Maar wat het dan wel weer leuk maakte, is dat er een best wel diepe split in zit. Aan de voorkant en aan de achterkant. En dat maakt hem dan wel weer wat minder tuttig. Hij zit bij mijn middel zit hij wat los. Dus die ga ik even innemen. Dat kan ik gewoon zelf. Maar je zou dat ook naar de kleermaker kunnen brengen. Of misschien je ouder, je oma. Ik weet niet. Iemand die goed kan naaien. Dat is gewoon super simpel te doen. Of je zet een elastiekje in de achterkant. Maar in dit geval zitten al elastieken aan de zijkant. Dus dat ga ik niet doen. Maar ik ga hem innemen. En dan heb ik een hele leuke rok. Voor maar 3,50. Want deze rok kostte 3,50. Geen geld. Maar wel echt onwijs leuk. Ik zie dit al helemaal voor me met een dunne panty en met Dr. Martens en een stoere trui of een stoere blouse. Heel erg leuk, want het is best wel een tuttige rok. Maar ik denk als je het leuk stoer combineert dat dit heel gaaf is. Dus hier ben ik ontzettend blij mee. Dus dit kocht ik bij de kringloop, dan ga je nu zien hoe het staat. Kijk, dit is hem en zo zie je de split goed. Ja, ik heb gewoon mijn broek nog aan, sorry hoor. Heel gaaf. En hij is hier dus veel te wijd, maar bij mijn heupen en mijn billen, dat is een beetje het breedste gedeelte van mijn lichaam, zit hij dan wel goed. Dus ik dacht, als ik hem een stukje inneem, is dat opgelost. Ik vind hem heel gaaf. Zoals ik al zei, met Dr. Martens en een stoere trui, is dit echt leuk. En voor 3,50, ja, heel leuk. Ik ben hier heel blij mee. Dan heb ik ook een bestelling geplaatst bij United Wardrobe. En mocht je dat niet kennen, dat is een app. En misschien heb je het ook wel gewoon een website, dat weet ik eigenlijk niet zeker. Maar ik heb de app en daar kan je tweedehands kleding verkopen. Dat doe ik ook. Dus mocht je kleding van mij willen kopen, dan kan dat via United Wardrobe. Ik verkoop vooral kleding die ik niet tot nauwelijks heb gedragen. En dat zie je heel veel. Heel veel kleding die je denkt, nou, dit is een hartstikke mooi. Soms staat er zelfs bij het prijskaartje hangt er nog aan. Maar je kan daar ook echt vintage kleding kopen. En daar had ik nu een beetje op gezocht. Omdat ik echt op zoek was naar vintage blousjes. Daar ben ik zo dol op. Vind ik onwijs leuk. En toen kwam ik op een account die ik heel erg leuk vind. Oh, ik ben nu te snel geloof ik. Want ik was nog over United Wardrobe aan het praten. Leuke app. Kan je dus tweedehands kleding kopen. Nieuwe items, maar ook vintage items. En het is gewoon heel erg veilig. Als verkoper, maar ook als koper. Nu ga ik weer terug naar mijn zoektocht. Ik was op zoek naar vintage blousjes. En ik kwam op een account die zoveel leuke dingen had. En ik zag heel veel leuke blousjes. En ik dacht, misschien kan ik een bundelbod doen. Dat kan je dus ook doen. Meerdere dingen kopen. En vaak kan je dan bij die verkoper een korting krijgen. Omdat je veel koopt, bespaart weer verzendkosten enzovoort enzovoort. Dus ik heb 4 items besteld. In de vlog van woensdag kon je al zien wat ik heb besteld. En nu is het binnen. En het zit super leuk verpakt. Elk item zit verpakt in van dat doorzichtige inpakpapier. Er zat nog een strik omheen. Echt heel erg leuk. Dus ja, dat verschilt natuurlijk per verkoper hoe het aankomt. Maar dit vind ik echt onwijs gaaf. En ik ga gewoon één voor één even laten zien wat er in het, ja, in het pakketje zit. Eerst heb ik een t-shirt. En dit vind ik een heel gaaf t-shirt. Want het lijkt, als je heel snel kijkt,
op een soort Coca-Cola t-shirt. Want die heb je zelfs ook volgens mij op deze manier. Maar dit is dus van Heinz Ketchup. Het staat ook hier. Heinz Ketchup. Dus dan heb je een ketchupfles op je t-shirt. En hij is rood. Dat vind ik ook leuk. Staat speels. Ja, laatste tijd draag ik dat iets vaker. Vroeger zou ik dat nooit dragen rood. Maar nu vind ik dat wel heel erg gaaf. Bijvoorbeeld op een leuke mom jeans met witte schoentjes. Ja, zo zie ik het een beetje voor me. Dit is een maat L geloof ik. En dat vind ik wel prima. Kan hij een beetje in mijn broek en een beetje los. Het ruikt allemaal heel schoon deze kleding. Maar alsnog was ik altijd even kleding die ik tweedehands koop. Hoe schoon het ook mag ruiken. Ik vind dat toch een fijn idee. Deze dus. Dit is het ketchup shirt. En je kan het natuurlijk zo dragen. Maar ik vind het dan leuk om hem in mijn broek te dragen. Heel leuk. Ik hou hier echt van. Hier ben ik blij mee. Hij zit ook goed. Hij is iets te groot. Maar dat vind ik juist wel heel erg leuk staan. I like it. Heel gaaf. Dan had ik ook een heel schattig stippenbloesje besteld. Kijk, dit is hem. Met paarse stippen. En ik heb bijna niet zoveel. Ik heb eigenlijk niet zo heel veel paars in mijn kast. Maar ik dacht op deze manier vind ik het wel leuk met wit. En ik dacht dit is leuk te combineren met zwart. Want zij had hem zelf op de foto gedragen met een broek met een wijde broek. En die heb ik ook. Zo'n soort broek. Dus ik dacht dat is wel heel gaaf. En hij heeft een beetje iets van poffige mouwtjes. Ik ben heel benieuwd hoe dat staat. En de knoopjes vind ik zelf niet heel mooi. Kijk, ze zijn een heel klein beetje versleten. Wat natuurlijk niet erg is. Ja. Had ik zelf niet gezien toen ik hem kocht. Maar ik vind het wel oké, denk ik. Ja, heel erg leuk. Dit is echt zo'n oma blouseje waar ik dus echt dol op ben. Mijn oma had dit ook kunnen dragen. Die is al heel lang dood. Maar zeg maar zo'n blouseje, ja, dat vind ik gewoon echt ontzettend leuk. Nou, dit is hem. Ik vind hem heel leuk. Pofmaatjes zijn wel iets pofferiger dan ik dacht. Maar dat vind ik in het echt beter overkomen dan camera. Ik vind het wel tof, maar ik krijg wel hele brede schouders erdoor. Dus dat weet ik niet helemaal. Maar ik vind het stippen echt heel leuk. Misschien ook met een vestje of zo in het najaar zit ook wel heel erg leuk. En dan heb ik ook nog twee blouses met lange mouwen, want het najaar komt eraan. Oh, ik heb zoveel zin in het najaar. Jullie ook? Of wil je nog even van de zomer genieten? Ik ben er wel aan toe eigenlijk. Lekker vesten aan, truien aan, mijn Dr. Martens weer veel aan. Ja, qua kleding vind ik het altijd heel erg leuk dat de seizoenen wisselen. Want nu ben ik weer mijn zomergarderobe een beetje klaar. Nou, gaat dat weer naar zolder en dan komt er weer een heel nieuwe garderobe van zolder. Heel nieuwe. Maar voor mijn gevoel komt er weer een nieuwe garderobe van zolder naar beneden. Ja, ik vind dat wel heel erg leuk, die seizoenen. Dus, twee blouses met lange mouwen. Allebei hebben ze een dierenprintje. Ja, je kent me, ik hou ervan. Dus deze hebben allebei een dierenprintje. Dit is de eerste. En die is een beetje een donker kleurtje. Beige, bruin, grijs en zwart. Ik vind het leuk dat er verschillende vlakken zijn. En lange mouwen zoals ik zei. Best wel een druk printje, maar ja, ik vind dit heel gaaf. Gewoon op een zwarte broek lekker ingestopt. Dr. Martens onder of andere schoenen. Hij lijkt wel een beetje kort het blouseje. Zeker omdat ik zo lang ben. Maar goed, ik ga even zien hoe dat gaat staan. Dit is hem als ik hem aan heb. En het valt me op dat dit is het laatste knoopje. Dus dan moet je of goed over nadenken wat voor hemd je eronder aan doet. Oh, er mist een knoop. Zie ik. Er zit wel een gat, maar geen knoop. Nou, die kan ik er dan misschien wel opzetten. Ik denk dat ik hem toch het meest in mijn broek ga dragen. Dat vind ik, ja, gewoon heel leuk staan. Dan heb je ook weer een beetje die taille krijg je dan terug. Ja, deze vind ik echt heel gaaf. Ik zou dan misschien niet een panterriem erbij doen, maar een zwarte, leuke zwarte riem. Ik vind deze wel echt heel leuk. En op deze blouse was ik meteen verliefd eigenlijk. Want hij is roze. En panter. En een beetje paars. Weer paars trouwens. Dat is grappig, want ik heb echt nu niks in mijn kast wat paars is. En nu heb ik dus twee semi-paarse items. Dit is namelijk deze blouse. Ook met panter en echt heel gaaf. Wederom lange mouwen. Het stofje voelt heel zacht. Hier ben ik ook heel benieuwd naar. En dit is ook leuk gewoon. Ik hou er dan van om dit in een broek te stoppen. Of soms als hij wat lang is op te knopen. Misschien de mouwen oprollen als het nodig is en anders niet. En dan leuk kettingjes erbij. Leuke schoentjes erbij. Ja, eigenlijk met zo'n blouse is dat echt de eyecatcher van je outfit. Hoef je er gewoon een simpele jeans, simpele schoentjes. Hoef je eigenlijk verder niet zo heel veel mee te doen. Dus dat is ook gewoon chill. Heel leuk. Ik ben heel benieuwd hoe het staat. Kijk hoe leuk. Ik vind het echt heel leuk. Misschien nog een knoopje open. Met een leuk hemdje eronder. Echt leuk. Ik vind het leuk dat hij een beetje roze paarsig is. Het is een beetje schattig, maar ook weer niet. Dat vind ik heel leuk voor het najaar. Super leuk. Dan was dit de shoplog. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik ben benieuwd welke van de vier
5 items jij het leukst vindt. Dus laat dat weten in de reacties. En ik ben benieuwd of jij ook wel eens tweedehands shopt. Dus ja, let me know. Dan wil ik je bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en te liken. En dan zie ik je woensdag met de vlog. Waarin ik dus naar de kringloop ga.